Northern Radio, Delta Echo Hotel Kilo Papa. Delta Echo Hotel Kilo Papa. Kilo Papa, PA28, in front of Hangar 2, 2PB for a local VFR flight. Request aerodrome information, Delta Kilo Papa. Runway 23, we have glider. 23 and glider, Delta Kilo Papa. Delta Kilo Papa at holding point 23, lining up for departure. Wind is southeast 8 knots. South 8. Hij is al los. Ja. Dat was hem. Oh. Ben je nou volle toeren? Ja, maar ik vind hem een beetje tegenvallen. Oh. Wat qua toerental? Ja. Een beetje hoog in de oliedruk, dus even. Maar hij zijn natuurlijk nu ook in de klim. Ja. Nou, hij zit inmiddels al op 1500 voet. 2 kilometer? Nee, 500 meer. Hoeveel voeten? 1500. 1500. Ja, ik ken de kinderverhouding niet meer. Ongeveer 1 op 3. Ja. Het mooie is, we vlogen zo terug naar Nordhorn in plaats van Oldenzaal. Hé? We vlogen terug naar Nordhorn. Wanneer? Net, daar links zie je de koeltorens. Dit is Nordhorn. Ik wou naar Oldenzaal, ik moet daaien. Oh. Zo zie je dus hoe snel dat gaat. Ja. Oldenzaal is daar. Oh ja, maar die kwartier wel op zien waarschijnlijk, of niet? Ja, maar ik zat keurig op Paas Leentje, ja. Maar dat Paas Leentje was wel de verkeerde kant op. Ja, we vliegen dus nu 91 knopen. Dat is de snelheid over de grond. Ja. Maar we vliegen hier op de teller 110. Ja. Dus het verschil is de wind. Ja. Dus er staat hier 100, er staat hier dus 20 knopen wind. Ja. Verder is super rustig, mooi vliegweer. Ja, hè? Ja. Zou je even over het centrum draaien zo? Ja. Dan gaan we richting Engelo. Oh, is dat? Oh ja, door. Ja. Je kunt heel mooi dat oude stratenpatroon zien. Ja, ronde, hè? Ja. Wallen, zeg maar. Ja. Wat voor dorpje is dat nou dan? Deurningen. Oh, ja. Deurningen, Hengelo. En Borne. Als je het verlengde kijkt, daar is IKEA. Daar, ja, je kunt de A1 volgen. Ja. En dan heb je eerst de IKEA en daarachter loopt nog zo'n rode band, dat is Bauhaus. Oh ja. Nou, ja, dit is dus allemaal Hengelo. Ja. Dan vliegen we zo nu over de UT bijna. Ja. En dan heb je rechts, dat is het FBK stadion. Ja, oh ja. En ja. Dan heb je iets verder zo het Twente stadion. Oké. Okay. Kijk, nu hebben we dus 114 knopen. En dan kan we wel de wind in de rug hebben. Oké. Dan gaat dus wat harder. Ja, dat gaat heel hard. Je hoort het ook aan de motor, en in één keer dan heeft
Omdat hij er niet tegen hoeft. Ja, omdat hij wat soepeler en... Ja. Ja. Kan niet beter aan. Ja, precies. Ja. Waar zitten we jongens? Dit was Glanenbrug en Groningen. Oh ja. En we vliegen nu op Bad Bentheim af. Ja. Dat loopt op die weg ergens. Dus we hadden hier links achter is Lossen. Ja. Zitten nu weer boven Duits grondgebied. Ja. Dus nu schakel ik hem weer terug naar Nathorn. Ja. Lossen is Zandbring. Ja. Daar is die zandafgraving, of wat is dat? Ja. En deze drie windmolens hier, dat zijn de windmolens bij de Lut. Ja. Bij de stoplicht daar. Ja. Oh. En aan die staan aan de andere kant. Ja. En achter die windmolens, daar ligt de A in. Als je in de verte kijkt, zie je die autootjes rijden. Ja. En daar is zo'n watertje, dat ligt vlak voor je de grens overgaat naar Nederland. Daar is de grens overgaan. Eigenlijk kun je het wel zien met al die vrachtwagens. Oh ja. Mooi, dat is een heel groot gebeuren. Ja. Maar daar ligt de industrieterrein ook aan. Ja. Want je ziet op 10 uur, daar zie je in de verte de koeltorens van Lingen. Ja. Daar is vliegveld in de buurt. Kijk. Het is nu ongeveer 5 minuten naar het vliegveld. Zo. Approaching from the north, request landing information. Dit is Bad Bentheim. Ja, oh ja. Northern Radio, Delta Echo, Tokyo Papa. En ik hoor Tokyo Papa. Delta Kilo Papa is 5 minutes south of the field and joining left downwind 2-3 for landing. Delta Kilo Papa. Delta Kilo Papa turning final 2-3. Wind is southeast 8 knots. Schitterend, Hans. Mooi.